Hallo mensen, welkom terug op een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets anders doen dan normaal. We gaan niet naar een meeting, we gaan geen scooter rijden, we gaan niet dit doen, we gaan niet dat doen, we gaan geen gekke dingen doen. Het wordt vandaag een video dat ik spuitwerk ga doen. En dat wordt heel leuk, denk ik. Ik ga een officiële Lamborghini kleur doen. Ik ga hier laten zien, dit wordt de kleur van de scooterkappen. Wordt een Zip SP kapset die ik in die kleur ga spuiten. En ik doe dit nu net iets minder dan een jaar. En ik dacht, weet je, dit is een speciale kleur. Dit is leuk. En ik ga jullie gewoon meebrengen met wat ik doe. En hoe ik het doe met wat ik doe. En ik heb de kapset heb ik al in de primer zitten. Moet alleen nog schuren. En dan kan de eerste laag overheen. Tweede laag met de pearls enzovoort. En dan komt de derde laag en dat is de blanke lak. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga jullie nu laten zien hoe de kappen eruit zien in de spuitcabine. Kijk mensen, we hebben hier de stuurkap. Heel mooi in de lak. In principe is het al best heel glad omdat ik met een goede spuit spuit. Hier de SP kap. Ook heel erg strak en netjes. Natuurlijk moet dit allemaal nog opgeschuurd worden met 600. Dan ga ik jullie allemaal laten zien. Hier hebben we dan nog de achterkap. Het ziet er allemaal heel strak uit. Dan ga ik jullie een timelapse laten zien hoe ik alles helemaal strak schuur. En dan kan de eerste laklaag eroverheen. En dat gaat heel mooi worden. Gezien dat ik alles heb geschuurd, nu is het tijd om de kleur aan te maken. En zoals jullie hier zien, het staat in spiegelbeeld, dus ik zal het beeld even omdraaien. Laag 1 van de tot de 3. Nou, die derde die staat al staat voor blank lak. Dus dit is de eerste laag die gedaan moet. Dit is dan de kleur. Hier zit geen metallic of paramour of wat dan ook bij in. Maar dit is gewoon een basis voor de onderlaag. Pak ik even een bekertje. Die doe ik hierin. En dan hier meng ik mee. Ik denk dat ik er 2,5 in doe. Even kijken, 2,5 en dan 2. Nee, dan doe ik 2. Dus dan vul ik deze op 2. Deze heb ik zelf al gemengd bij mijn leverancier. Dus die is al kant en klaar. Ik hoef alleen nog verdunning bij te doen. En dat doe ik nu. Dan moet ik me even concentreren. 2 op 1. Hier de verdunning. Gerco. Kijk eens, zo mooi. Echt een mooi paars is het. Leuke kleur. Klein beetje echt snel eroverheen gespoten. Gewoon een nevellaagje. En de dekkend hoeveelheid dek. Dus dat gaat heel mooi worden. Dan draai deze even om. Ik heb het even een minuutje laten zitten. En nu kan de tweede laag eroverheen. En misschien is het al meteen de laatste laag. Ik ga er wel van uit. Als ik het zo zie, dat komt helemaal goed. Kappen nu eruit zien. Dit is de eerste laag. Goed gedekt.
vind echt een, ja, het is echt een leuke speelse kleur zo. Echt een snoepkleur eigenlijk zo, op deze manier. Kijk, deze. Helemaal strak. Hier ook natuurlijk. Niet te vergeten. Bovenkant ook. Dus nu kunnen we de tweede laag gaan mengen. En die erop spuiten. Nog steeds. Het SP-logo goed zichtbaar. Dat is ook fijn. Dat is altijd wel beter. Oké, top. Zo. Hier hebben we de beker. En zoals je kunt horen. Ik weet niet of je kunt horen. Heb ik niks verspild. Helemaal op kunnen spuiten. Dus ik heb de perfecte hoeveelheid gedaan. Voor de tweede laag heb ik iets minder nodig, maar voor de zekerheid meng ik gewoon even zekerheid. Is gewoon beter om dat voor de zekerheid te doen. Ja, per 100 milliliter, wat is het de prijs? Kijk, je ziet eigenlijk niet zoveel verschil. Oh, maar in de zon of in het licht, het is echt leuk. Ik ga jullie laten zien. Oké, ik ben helaas het laatste stukje vergeten te filmen, dus dan doe ik het maar even zo. Dit is het eindresultaat geworden van de kappen. Heel mooi geworden, mooi glanzend, mooi spiegeleffect. Het effect van de Lamborghini zit er ook mooi in, zoals je ziet. Hier zie je dat heel goed. Echt mooi geworden. Wil je deze kappenset nou zelf ook? Deze set kost €400, inclusief alles erop en eraan. Nou, je ziet hoeveel moeite erin gaat en hoeveel tijd erin zit. Het lijkt natuurlijk een veel sneller in zo'n video als dit, maar er zit echt moken veel tijd in. En ja, het is gewoon echt een mooi resultaatje geworden. Kijk in de zon ook. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En willen jullie dit nou vaker zien, like dan even, abonneer. En laat in de comments weten dat jullie graag meer hiervan willen zien, want dan weet ik dat.